Er is een transitie gaande die onze economie ingrijpend gaat veranderen. Pioniersplekken bezoekt locaties in Rotterdam waar de aanjagers van deze nieuwe economie te vinden zijn. Deze aflevering bezoeken we RDM Rotterdam, de vroegere Rotterdamse droogdokmaatschappij. Ik ben in Nederland nog weinig andere plekken tegengekomen waar zo hard en zo snel zo'n community is ontstaan. En waarbij we ook de sleutel gevonden hebben om scholen en bedrijven zo dicht fysiek bij elkaar te zetten. Maak kennis met Vincent Wegener. En wat we hier doen is toegang bieden tot allerlei machines en ruimte en ook community. Waardoor je hier alles kunt maken wat je wil maken. Dus we geven toegang tot 3D-printers, leesnijders, CNC-frezen, robotarmen, elektronica. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om te kunnen prototypen. Ja, als je wil innoveren, dan kan je dat beter samen doen. Ming Chan is de autodidactische probleemoplosser. En dat noemen we rapid prototyping. Doordat je heel veel verschillende disciplines hebt. Dus zowel industriële productontwerpers, elektrotechnische specialisten, programmeurs en productiespecialisten. Kan je heel snel schakelen met elkaar in plaats van de specificaties steeds naar elkaar toeschrijven naar externe leveranciers of in de geest. Zorg je er nu voor dat je dat gewoon heel erg snel kan doen en zorg ervoor dat mensen continu rekening met elkaar blijven houden. Ik doe hier mijn afstudeeronderzoek naar een onbemand autonome onderzoeksvaartuig. En dat is toch wel leuk dat hier op de RDM dat we dan toch een stuk vernieuwing daarin kunnen brengen. We gaan alle scholen laten samenwerken, dat er dus opleidingen komen op het gebied van de nieuwe economie. En dat is wat we nodig hebben.